Hoi, leuk te kijken naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga je laten zien wat er op ons weekmenu staat deze week. Dit doe ik iedere vrijdag, laat ik zien welke boodschappen ik heb gehaald voor de aankomende week. De boodschappen doe ik wel op zondag, dus je ziet eigenlijk wat we de afgelopen paar dagen gegeten hebben en wat er van het weekend op het menu staat. Deze week is het bij ons voorjaarsvakantie en eigenlijk hebben we geen kinderen. Dus we zijn met z'n tweeën, de oudste blijft wel hier zo, we zijn gewoon aan het werk, dus... Die kan redelijk voor zichzelf zorgen. Maar dat is een beetje achtergrondinformatie hoeveel boodschappen we werkelijk nodig hebben. Dus deze week geen schoolkoekjes, geen schoolpakjes, niet heel erg veel fruit of bijzondere dingen. Want ze gaan niet naar school. En zoals misschien sommigen van jullie weten, een tiener doet niet heel erg veel. Dat ligt gewoon op bed tot een uur of half elf. Eet een cracker, eet lunch, eet nog een paar crackers en gaat gamen of zo of TikTokken. Dus... Heeft niet heel erg veel anders dan snijdingen nodig. Het heeft ook invloed op wat we s'avonds gaan eten. Het is niet een al te grote eter. En vrij picky. Dus we eten wat makkelijker dingen. Er liggen bijvoorbeeld nog pannenkoeken in de vriezer. Er liggen nog broodjes hamburger en dat soort dingen. En dan eet ik weer mijn Fitprep maaltijden. Het gaat echt super goed. Ook deze week is er weer wat van af. Dus we gaan de goede kant op. Ik wil wel ook binnenkort weer zo'n Fit Day Live-achtig iets te gaan doen. Om te zien hoe ik het allemaal doe. Because I feel good. En ik voel super veel energie. Ik weet dat mijn huid er ook beter uitziet. Hoewel ik wel hier een dingetje heb zitten nu. Maar beggars can't be choosers. Dus het gaat lekker. En ik wil het wel verder aan jullie uitleggen. Hoewel je het ook een stukje aan de boodschappen gaat zien. Wat ik dan ongeveer precies eet. Deze week ben ik bij de Albert Heijn geweest. Gewoon echt met mijn winkelwagentje door de schappen heen. Ik merkte dat heel erg de prijs van de boodschappen drukt. Omdat ik heel erg bewust bezig ben van... Hey, iedere keer als je scant, zie je het getal oplopen. Je ziet dingen die in de bonus zijn. Die bijvoorbeeld niet op mijn lijstje stonden. Die ik dan kan vervangen met iets wat wel op mijn lijstje stond. Enzovoorts, et cetera. Deze week heb ik ook wel weer wat voorraad ingeslagen. En dingen die niet per se nodig waren, maar wel... fijn zijn voor mezelf. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we iedere dag gaan eten, hoe het menu eruit ziet. En wil ik jullie graag deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we gewoon beginnen met alle boodschappen. Ondertussen ziet mijn keuken er ook ietsjes anders uit, heel klein beetje. Ik heb dit wat opgeschoven, want ik gebruik nu eigenlijk iedere dag wel een broodbakmachine. Of nou ja, om de dag als we nog brood hebben liggen. En het werkt super goed. Deze gebruik ik dan op het vierde menu. Dus dat is gewoon basisbrood. En dan duurt het, nou, kan even kijken. 3 uurtjes. Ik heb een groot brood, maar ik doe het van 1 kilo. Dus nu, ja, ook zo met 3 uurtjes. En die zet ik dan s'avonds aan en dan heb je 's ochtends lekker brood. Maar die heb ik dus nu hier neergezet. Vandaar dat het er iets anders uitziet. Ik heb overigens geen bakspullen hiervoor gehaald. Want die haal ik af en toe bij de Aldi of bij de Sligro. Maar nooit met de weekboodschappen. Ik heb er nu geloof ik nog een stuk of 10. Ik kan 10 broden ongeveer maken. Dus ruim genoeg voor deze week. We eten deze week een keertje gewoon een kipfilet gaan kruiden. Met krieltjes en een salade. Dat is lekker makkelijk. Want ik weet, ze houdt van kip. Ik weet, aardappeltjes zijn altijd lekker. En salade gaat er goed in. En het is voor mij ook mager. We eten een keertje nachos. Ik ben wel de tortilla chips vergeten. Maar ik heb wel de gehakt, de taco kruiden en dan de crème fraîche. En dan doe je er wat geraspte kaas overheen uit de oven met dan die tortilla chips. Super lekker. Ik heb dus de maaltijdsalades, of in ieder geval salades die je ernaast kan doen. 1 keer voor bij de kip met krieltjes. En doe ik daar gewoon zelf een gekookt eitje bij. Of misschien nog wat extra paprika of komkommer of tomaat. Wat ik in de koelkast heb liggen. We zouden vanavond het jachtpannetje eten. Maar ik kon nergens het jachtpannetje zakje in de kast vinden. Ik dacht dat ik het thuis had, maar... Die had ik niet. Maar hij lag ook niet meer in de winkel. Dus ik heb nu gewoon mijn jachtsaus gedaan. En dan eten we gewoon hamlapje met aardappeltje, jachtsaus en spijsbonen zo. Dat zijn dan de kweeltjes die bij de kip horen. We eten een keertje carbonade met... wat eten we dat? Ik neem ook gewoon met een aardappeltje en spinazie. Of aardappelkroketjes. Die liggen in de... Wat had ik bedacht... En dan kan ik dit een heel klein beetje doen. Ik geloof de enige die het echt lekker vindt. En het is wel super goed voor je macro's. We hebben weer snackworteltjes en komkommertjes voor bij de hummus als tussendoortje. We eten natuurlijk ook nog een keertje friet met snacks. Broodje hamburger en een keer pannenkoeken. Die 3 eet ik dus allemaal niet. En dan eet ik zelf zo'n Fitprep meal.
En op zondag heb ik nog niks gepland voor volgende week. Omdat dan die kinderen terug zijn. En dan de laatste dag van vakantie. En ik dacht, als ze dan met eten terugkomen, dan gaan we naar de Mac of naar de Burger King of naar de KFC. Of we gaan pizza bestellen. We gaan iets leuks doen om de vakantie af te sluiten. Dus vandaar. Ik heb rijstwafels, want dat is een vrij vullende, ja, tussendoortje voor mij eigenlijk. Of voor zo'n ontbijt. Vooral met kipfilet. Super lekker. Ik heb ook weer deze, omdat ik dan goed aan mijn eiwitten en aan mijn vetten kom. En dit vind ik ook een erg fijn tussendoortje. En die zijn nog steeds in de aanbieding 3 voor 5,50. Een nieuw blok kaas op alle boterhammetjes enzovoorts. Dit is ongeveer het enige wat we denk ik deze week echt gaan gebruiken. Zowel Pascal als mijn dochter eten voornamelijk kaas en chocopasta. Dus dit moet goed zijn. Ik heb er wel een extra boterhamborst, mocht dat nog eens nodig zijn. Ik heb weer wat extra yoghurtjes ingeslagen. Dit is nu eigenlijk mijn ochtendstapel. Ik neem gewoon 's ochtends. Of die van Aldi, de proteïnekwarkjes, die er nog staan. Het is allemaal best wel lang houdbaar. Of deze. En omdat het nu naar de Aldi ging, heb ik ze hiervan meegenomen. Dat ik altijd een beetje keuze heb qua smaak. Dus we hebben blauwe bes en 2 aardbei. De mandarijnen waren in de aanbieding 2. En dan ging er nog zoveel euro van af. Dus die hebben we maar meegenomen. Ik had een persoonlijke bonusaanbieding van de barbell. Dat is waarom ik nu niet de XXL Nutrition heb meegenomen. Want deze waren dus niet goedkoper. Dus ik heb hazelnoot en noga. De witte chocola met almond. En de cookies and cream. Dit is eigenlijk ook gewoon voor dat ik neem er niet iedere dag eentje. Maar gewoon denk om de dag of zo. Gewoon om aan te vullen. Voor onze puber heb ik apenkoppen en biggetjes. Gewoon als iets extra. Want we hebben nog genoeg schoolkoekjes van die sultana dingen. En weet ik veel wat. Maar als ze lekker achter de sim zit of wat. Dan wil ze misschien ook nog wel een zoekje. Dus een snackje. Een heleboel crystal clear. Want ik heb er dus van de week op gelet. En we zijn binnen 5 dagen door onze crystal clear heen als we 6 flessen hebben. Dus ik hoop dat het beter gaat. Dit is echt superveel. Maar het is eigenlijk het enige wat we naast water drinken. En als je natuurlijk met avondeten al 5 bekers moet vullen daarvoor. Dan gaat het heel hard. Dus nee, we gaan het nu met 8 flessen proberen. Kijken hoe ver we komen. Maar zeker met het oog op dat de oudste gewoon heel de week thuis is. Denk ik dat dit niet verkeerd is. Uien ook voor bij het jachtpannetje en omdat al mijn uien op waren. Aluminiumfolie heb ik niet per se deze week nodig. Maar van de week aten we hertenbiefstuk uit de vriezer. En dat moet je natuurlijk even laten rusten onder een folietje. En dan bedacht ik me dat ik dat niet meer had. Dus op voorraad. Dit was een compleet overbodige aankoop. Maar die zag ik dus staan toen ik aan het kijken was. Goh, zijn de XXL Nutrition Bars nu goedkoper als de barbells met de korting? Dat waren ze niet. En toen zag ik wel de BCAA powder. Ik merkte dat als ik nu wat meer ga sporten, dat ik, zeker omdat ik snuchter eigenlijk sport, gelijk als ik wakker word, dat ik aan het einde van een zware training wel eens wat rillerig of wat trilleriger gaat worden. En ik meen meteen dat ik dat vroeger voorkwam met BCAA. Sowieso zit hier leucine en al dat soort spul in wat helpt met een betere workout. Dus I thought we would try that, maar dit is best. Dit heeft effect op je boodschappenbudget. Banaantjes, gewoon omdat deze bananen het natuurlijk allemaal niet meer zo lekker doen. Eieren, ook om de salade mee aan te vullen enzovoort. En als tussendoortje, vol met proteïne en het vet. En dit was wel een nodige aankoop, maar ja, wel meer als normaal. De Sif Clean Boosters waren in de Amin, ik geloof. Per 2 kreeg je een halve, kreeg je korting. Dus ik zag dat ze een keuken hadden. Ze hebben een badkamervariant. Deze heb ik al. Die staat gewoon hier. Die heb ik pas aangevuld. En ik heb er nog zo eentje om aan te vullen. Die kan je dus zelf refillen. Super makkelijk. Dus ik dacht, ik doe deze. Want dan kan ik die boven zetten. Dan kan ik daar makkelijk boven mee schoonmaken. En dan heb ik voor deze zin nog voor plus een refill voor hier. En dan kan ik deze in de keuken bewaren. En deze dan voor de badkamer. Helemaal ideaal. Ik heb hier van die Lifehide stickers ook. En ik stapte de winkel in en toen bedacht ik me dat ik de volle kaarten was vergeten. Wat op zich niet heel erg is, want ik heb nog niet bedacht welke ik dan wil. En daar research naar gedaan. Al met al was dit dus mijn hele lijstje. En we kwamen uit op €128,60. Maar daarvan is dus wel, even kijken waar de XXL Nutrition ding is. Hier zo, de BCAA poeder. Die is wel gewoon even €24. En dat was denk ik wat het meeste wat heel hard aankwam. Maar eigenlijk, de meeste mensen zullen dit natuurlijk niet bij de normale boodschap hebben. €24, €25. Dus dan is al met al is €128 prima.
Zoals ik vorige week aangaf, is dat ook wel een beetje mijn doel, rond de 100, 125 euro te blijven. En nu hebben we natuurlijk best wel veel flessen drinken, best wel wat schoonmaakmiddel erbij. En dan die BCAA poeder. Dat heb ik natuurlijk ook niet iedere week of iedere maand per se. En misschien wel iedere maand als je te veel gebruikt. Dat koop je dus niet iedere week. Dus ik vind dat ik het best goed heb gedaan. Ik ben eigenlijk rond mijn budget gebleven zoals ik dat wilde. En ik heb toch extra dingen. Het was natuurlijk ook vrij rustige week als we voor de boeg hebben. Dus I am happy. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video die ik post. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Doei! Close my eyes.